Hakje van Anthony mislukt. Klaassen, oh, de twijfel daar. En dan kan Klaassen daar wellicht van profiteren. Opkijken, want dan is daar de kans. Goed gevoetbald, zeg, door Ajax uiteindelijk. Davy Klaassen met 1-0. Ajax profiteert optimaal van de twijfel daar achterin bij Roma. Tadic probeert Anthony te bereiken en die moet er 2-0 voor maken. Wat een kans voor de Braziliaan, zo kort na de 1-0. En dan gaat het alweer mis. Ja, ze blijven erin volharden. Het is lekker Hollands en dit is een penalty. Want dit is er binnen, denk ik. Strafschop Ajax. Tadic of Paulo Lopez. En Paulo Lopez pakt hem. Die blijft lang kijken, lang wachten. De strafschop is niet goed. Pellegrini. Oh, wat een zeepert van Scherpen. Wat een zeepert van de Europese debutant. En een paar minuten na die gemiste penalty van Tadic is het 1-1 in de Johan Cruijff Arena. Kans, kansen, die moeten toch in. Zo'n grote mogelijkheid. Oog in oog met Paulo Lopez, Brian Brobbey, maar nu niet. Gravenberg zoekt de combinatie. Ryan Gravenberg, Anthony en weer Paulo Lopez. Dat wordt nu toch heel merkwaardig die avond. Brobbey meldt zich voor de combinatie, overgeslagen. Want hier is Anthony en weer Paulo Lopez. Pellegrini trapt die hoekschop. En dan valt hij gunstig en wordt hij ondubbelzinnig hard binnengeschoten door Ibanez. Ajax Roma 1-2.